Welkom bij deze sessie over digitalisering in de huisartsenzorg voor 2021 en daarna. Mijn naam is Johan Snijders en ik ben beleidsadviseur ICT bij de Landelijke Huisartsvereniging. In de komende tien minuten wil ik met u door in vogelvlucht door de ontwikkelingen op het digitaliseringsgebied in 2021. En wat we zien is dat deze, deze ontwikkeling toeneemt. De huisarts is meer dan ooit een verkeersknooppunt van informatie en dat stelt eisen aan de ICT. En er wordt ook veel van u verwacht op ICT-gebied de komende jaren. Samenwerken is daarbij het devies. Samenwerken met uw eigen praktijk, samenwerken met de patiënt, maar ook samenwerken met andere zorgverleners, zoals ziekenhuizen, andere huisartsen, het sociale domein, maar ook de zorgverzekeraars en VWS. We lopen de verschillende stakeholders na en we beginnen met de huisartspraktijk. Daarin is het belangrijk dat ICT uw werkprocessen zo ondersteunt dat u tijd overhoudt voor de patiënt. Daar zetten wij ons als LRV ook voor in. Maar het vraagt veel van de ICT. En eerlijk gezegd moeten wij in de huisartsenpraktijk daar ook een inhaalslag lopen. Kijken we nou naar de verschillende gebieden waarop ontwikkelingen zijn, dan zitten die natuurlijk op de dossiervoering, maar ook het optimaliseren van uw administratie, het koppelingen met de systemen in en buiten uw praktijk, maar ook de informatiebeveiligingseisen die constant toenemen. En dat komt allemaal samen in uw huisartsen ICT. Misschien te veel te onthouden. Laten we even kijken door de bril. Kijken we landelijk, dan zien we dat leveranciers heel veel moeite hebben met alle ontwikkelingen die van ze gevraagd worden. Daarom zijn we ook met de leveranciers, maar ook met de gebruikersverenigingen en ook met de andere koepels, NHG en N1, bezig met het opstellen van een meerjarenagenda. Zodat we deze ontwikkeling op een juiste manier kunnen inzetten, tijdig en goed doorontwikkeld. Zonder dat het niet meer behapbaar is. Daarnaast zijn wij met de zorgverzekeraars bezig met het ontwikkelen van een keurmerk zodat u straks weet dat uw HIS voldoet aan alle eisen die van een modern zorgsysteem verwacht worden. En het keurmerk zal elk jaar een beetje zwaarder worden, zodat we de ontwikkeling goed kunnen blijven monitoren. Toch zult u in de praktijk wel een en ander merken hiervan. De toename van ICT-veranderingen zal op u afkomen. Dus uw systeem heeft misschien vaker een update nodig en misschien zijn er vaker nieuwe functies waar u gebruik van kunt maken. En daarom wordt het ook belangrijk dat uw digitale vaardigheden op orde zijn. Niet alleen van u, maar ook van uw medewerkers. Op 19 november wordt er een zelftest gelanceerd op www.digivaardigindezorg.nl waar u alvast is kunt kijken hoe ver u staat. Digivaardigindezorg.nl is een website die ook toegewijd is aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van mensen in de zorg. En in de toekomst zullen daar ook scholingen bij komen. Maar voor nu een zelftest. Kijken we naar de patiënt. Dan zien we eigenlijk dat e e-health een enorme toevlucht heeft genomen. Onder andere door covid, maar ook omdat... Er zijn verschillende initiatieven zijn ontstaan en ook VWS en de zorgverzekeraars er volop inzetten. En dat is ruwweg te onderscheiden in twee soorten: de e-health, waarin de patiënt dingen naar de praktijk stuurt, maar ook de praktijk die uh, met de patiënt digitaal in aanraking komt. En de patiënt wordt daarin steeds meer een digitale consument. Het is gemakkelijk om het overzicht te verliezen. Waar moet u op letten? Waar doet u nu goed aan? En het probleem is: daar is niet één antwoord op. Kijken we weer op onze bril, dan zien we dat open voorlopig nog even doorgaat. Er komen nieuwe ontwikkelvragen bij, zoals de mogelijkheid voor patiënten om zelf data te kunnen invoeren en meer in uw dossier te kunnen bijdragen. En wat we ook doen als LAV is handreikingen ontwikkelen. Een goed voorbeeld daarvan is de tabel die we eerder dit jaar hebben gepubliceerd over beeldbellen, zodat u in ieder geval iets van een selectie kunt maken in mogelijke toepassingen. Maar ook weer hier in uw praktijk gaat u meer van e-health meekrijgen. U gaat te maken krijgen met patiënten die heel digitaal minded zijn. Maar misschien ook met patiënten die dat juist helemaal niet zijn en er heel veel moeite mee hebben. Het is belangrijk om voor uzelf te bepalen hoe u daarmee omgaat en hoe u die ondersteuning inregelt. En wat ook belangrijk is, bij e-health. Gaat het niet om het trucje e-health. Het gaat erom dat het een plek heeft in uw werkprocessen. En dat u zorg draagt dat die e-health op een goede manier bijdraagt. Weet u bijvoorbeeld of het uw assistenten meer of minder tijd kost om hiermee om te gaan. Hou daar rekening mee met de implementatie. Nou, een goed startpunt als u zich afvraagt wat kan ik met e-health, is bijvoorbeeld www.zorgvoorinnoveren.nl. Dat is een site van het ministerie waarin u onder andere. Ervaringen van anderen kunt lezen, praktische tips kunt ophalen. Maar ook een, uh, een plek waar u kunt vinden of er subsidieregelingen zijn waar u misschien voor een aanmerking komt. Want de overheid wil je geld stimuleren. Dus ga daar zeker even kijken om wat uh, ideeën op te doen. Dan gaan we verder naar de andere zorgverleners. Want zoals gezegd, als huisarts bent u steeds meer een in informatieknooppunt, u verzamelt veel informatie. Maar u zit ook op veel informatie die anderen nodig hebben. Er is landelijk een informatieberaad, die bestaat uit alle zorgsectoren, maar ook VWS en ook de zorgverzekeraars. En daar wordt zwaar ingezet op gegevensuitwisseling. En dat heeft een aantal projecten, hier links gepresenteerd, tot gevolg gehad. Maar ook wordt er gewerkt aan landelijke voorzieningen die moeten helpen met die gegevensuitwisseling op gang te brengen. We zien bijvoorbeeld dat het landelijk schakelpunt daar een steeds belangrijkere rol in gaat spelen. Maar ook zaken als machtigingen en toestemming, daar moeten goede voorzieningen voor komen die u ook als zorgverlener ontlasten, maar wel zorgen dat de patiënt genoeg regie houdt op wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. De uitwisseling wordt de standaard, daarover geen twijfel. Wat doen wij nou als LAV? Wij doen twee dingen. Uiteraard doen wij een belangenbehartiging, daar zijn we voor. En dat betekent dat wij in een aantal projecten participeren en daar constant meedenken over. Is dit behapbaar voor de huisarts? Is dit de goede timing voor de huisarts? Zijn er randvoorwaarden die nodig zijn om dit te kunnen doen? Maar soms zijn wij ook degene die het organiseren of die het aanjagen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het verhuisdossier. Waarbij we proberen de verhuizing van het dossier van de ene en naar de andere praktijk beter te stroomlijnen. Dat doen we altijd met partners. Maar ook hier zult u merken dat er in de praktijk al een en ander op u afkomt. Er gaan andere eisen gesteld worden, misschien aan de dossiervoering. Komend jaar gaat bijvoorbeeld een programma voor medicatieoverdracht uh, van start. En dat betekent dat het proces rondom voorschrijven en toedienen wat gaat veranderen. U gaat er meer over horen. Bovendien wordt er steeds meer naar de regio gekeken voor het implementeren van al deze projecten. Want, het is te veel om in de eigen praktijk te doen. Zoals bij Open zullen de regio's een prominente rol gaan spelen in het u helpen met al deze veranderingen het hoofd te bieden. En tenslotte de wetgever en de financier. De overheid stimuleert niet alleen, maar heeft ook een stok en die stok is wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat er komende jaren een wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van kracht komt. En die wet maakt het ervoor dat die gegevensuitwisseling niet meer facultatief is, maar verplicht. Ook zien we dat er constant hogere eisen gesteld worden aan informatiebeveiliging. De AVG is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook NEN-normen die constant uitgebreid worden, die zullen op u afkomen. En dat stelt eisen aan hoe u uw ICT inricht. De informatieberaad waar ik het eerder al over had, is constant bezig met het maken van nieuwe gegevensstandaarden, zodat we met elkaar kunnen uitwisselen, zodat we elkaar kunnen blijven begrijpen en zoveel mogelijk voorkomen dat informatie opnieuw moet worden ingeklopt. Maar al deze dingen kosten geld. Veel geld. Dat betekent dat we ook op zoek moeten naar een financiering voor al deze ontwikkelingen. En daarom zijn wij constant met de zorgverzekeraars... ...maar ook met VWS in gesprek over een investeringsagenda. Die moet er echt komen, willen we dit varkentje goed gaan wassen. Daarnaast zien we dat in de praktijk ICT ook een steeds grotere kostenpost wordt. Wij als LRV gaan daar komend jaar ook een onderzoek naar doen. Wij willen erachter komen... Hoeveel die kosten op dit moment zijn, wat er allemaal bij komt kijken, maar ook hoe dat waarschijnlijk zich gaat ontwikkelen. Zodat we ook daar goede afspraken over kunnen maken met onder andere verzekeraars. Nou, als het nu inmiddels begint te duizelen, dat snap ik. En wij blijven ons daarom ook inzetten voor de juiste randvoorwaarden. Wij blijven ons inzetten voor goede financiering voor ICT. Maar dat, dat houdt het niet alleen mee op. Het gaat niet alleen maar om geld. Belangenbehartiging betekent ook dat we kijken naar de juiste startsituatie voor u. Of het op het juiste moment komt en of er goede ondersteuning is voor u om dat te kunnen uitwerken. Maar ook hier zult u zien, er komt meer op u af. Het stelt echt eisen aan uw eigen ICT-inrichting. Met name informatiebeveiliging zijn een aantal aspecten die echt aangepakt moeten worden. En zoals eerder al gezegd, kijk vooral ook naar de regio. Heel veel regio's hebben een ICT-plan, maar nog niet allemaal. En als ze die hebben, weet u dan wat erin staat. Zorg dat u daarvan op de hoogte bent. Tijd om af te ronden. De boodschap is: u moet echt werk gaan maken van ICT. Breng uw informatiebeveiliging op orde, blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Zoek de samenwerking in de regio. Verhoog je digitale vaardigheden. En maak ICT een deel van uw werkproces en niet een op zichzelf staand kunstje. En bovenal zorg dat u een plan hebt. U staat er niet alleen voor. Wij van de LAV blijven handreikingen maken. U kunt ons altijd bellen of mailen voor vragen. En bovenal blijven wij landelijk voor u vechten. om te komen tot een goede, behapbare agenda die daadwerkelijk leidt tot verbetering. Ik dank u voor uw aandacht.